De hoerenloop. Vroeger was dit één grote wipperette. Louter geklater van leuters. Dan moest de voordeur gewoon dicht. Dan kon er niemand meer in. Dan giet de hele bevolking, die wil naar de bieb. Ik zei, dat kan niet meer, we gaan dicht. Er is altijd nog iemand die zijn piemelotje door de brievenbus stak. Goed, die werd dan maar even geholpen. Het was zo druk, die meiden hadden niet eens tijd om zich aan te kleden. Die meiden lagen op bed, er lag een gozer onder. Die meiden gingen met een lier omhoog, er gingen hoge drugsbuit door. Het is hoger op. Ja, toen werkte Don Tampeloer, is hij nog. Don Tampeloer had ook een rabarber in zijn broek, zeg. Ja, onze onderaan zijn broekspijp had hij van die wielrijklemmetjes. Al viel zijn hele leute eruit. Dus als je met die gasten ziet fietsen, dan weet je wat voor is. Als komt mijn broek in de ketting. Ja, je broek. Na 4 meter verderop, weet jij nog, op een oude jukebox staan stond Don Tampeloeres. Dat vergeet ik nooit weer. Er stond Don Tampeloeres hier in zijn blote reet op het biljart, met alleen een regenjas aan. En er stond daar 4 meter verderop een oude jukebox, die oude boelits. Weet je nog, stond Don Tampeloeres in, ik vergeet het nooit meer. Don Tampeloeres in zijn blote reet, met alleen een regenjas aan, en daar een jukebox. En dan riepen wij omhoog, omhoog, omhoog. Dan ging die leuter van Don die ging staan, dan spat hij de regenjas open. En dan sloeg Don met zijn lul een plaatje aan. Dat zie je niet meer. Dat zie je nergens meer. Great Balls of Fire sloeg die aan. En welke artiesten heb je niet gestaan? Nationale artiesten, Nico Kramer, Ben Haak. Saskia Gerrit, Serge Hemien. Albert Oost. Rabo Renata was de leukste act die we hebben gehad. Rabo Renata. Dan kon je een bankpasje door haar bilnaad halen, zij zei de pincode. Geweldig! Zie je niet meer. Internationale artiesten. Hier uit Marbella, die meiden met die grote joekels, weet je wel, los met Meloeris. Hadden daar een meter bier op de tap staan. Die meiden sloegen met een tieten zo het schuim van een bier zonder dat die glazen omvielen. Tepeltappen noemden wij dat. Uit Venetië, Tony Gigantico, had ook zo'n jodokus. Daar mochten de meiden ring omheen gooien. En als je dan raak gaat gooien, dan mocht je hem in zijn linkerbal knijpen, ging zijn neus gloeien. Fantastisch! Rex Dildo, heb je hier gedaan? Maar die zie je niet meer. Zo jammer, hè? De zaak is naar de kloten sinds die broers, mijn baas en die vuurtoren eikelbroer, sinds die ruzie hebben. En wij hebben al tegen die jongens gezegd, als jullie nou gewoon een rode lamp in die vuurtoren draaien, dan zijn we met z'n allen binnen. Maar ja, die handelsgeest hebben ze dan weer niet, weet je wel. Dan moet je ze gaan uitleggen, dan moet je gaan vertellen hoe het allemaal... Zo. Nou, je kan niet zeggen dat biljart niet loopt. En wie heb je nou niet gewerkt? Hè? Wie heb je nou niet gewerkt? Ruige Rita, Mammoet Mimi, Simone Sloop, Karin Klemvast, Dikke Dolly. Dikke Dolly was de vleesprijs na het biljarten. Als je het biljart had gewonnen, mocht je Dikke Dolly op het biljart nemen. Mocht je raden welke kant dat gebeurd is? Ik zie je niet meer. Hé, maar jij bent hier ook wel eens geweest. Hoe heet jij van je voornaam ook alweer? Jan, Polstok Jan, nou zie ik het. Ach, dikke me, man. Jan, ik herken die niet met kleren aan. Ouwe Jan is er ook, zeg. Weet je, Jan vroeger binnenkwam met die zeeman onderbroek op zijn hoofd? Hè? En dan draaide we Jan op zijn rug en hees ze de vlag. Hartstikke leuk. Ja, zijn vrouw is erbij, kijk uit, zijn krapje helemaal open. Daar was jij bij. Nou schiet me verdomme nog wat er binnen. Weet je nog, dat hier hadden we een borrel op. Wat, dat is mooi. En daar stond hier Don Tampeloeres en dat vergeet ik nooit meer. Stond hier Don Tampeloeres en daar Tony Gigantico. En die stonden tegenover elkaar in een blote leuter. En dan riepen wij omhoog, omhoog, omhoog. Dan gingen die leuters gingen staan en deden die meiden brug met ongelijke leggen. Dat was fantastisch. Dat zie je niet meer. Trouwens, ik wil ook niet meer dat die hakken aangaan. Jullie slopen op mijn hele matrassen. Die hakken gaan uit. En meiden, we gaan nou aan het werk. Want de afslag gaat zo uit. Misschien dat een hele touringkar komt. Je weet het maar nooit. Voor een paar plaatselijke vissers. Je moet altijd hoop houden. Ik geef jullie gauw een sleutel. Meiden, gauw naar boven. He? Hoop houden is het allerbelangrijkste. Mimi, kamer 5. Vif, kamer 7. Bubbelbad is stuk. Je laat ze allemaal een wind. Dag meiden. Dag.
Dat leek een snor, maar het was mascara. En kijk nou toch hoe makkelijk ik hier rondloop. Kijk nou toch hoe makkelijk ik hier rondloop. Vroeger deed ik daar een uur over van de bar naar de piano, zo vol was het. En jongens hadden ook wel leuke seks hoor. Ik zag net een paar mensen kijken van, oh nou, we hadden ook wel leuke seks. Maar ook themadagen, workshops, hartstikke leuk. Hadden bijvoorbeeld hadden we de hele dag oud-Hollandse seks. Hartstikke leuk, oud-Hollandse seks. Dat draaide Don met zijn lul de poffertjes om. Hartstikke leuk. Seks voor alleenstaande. Er stond er één alleen, de rest had seks. Hartstikke leuk. Zie je niet meer. Nou, ik ga hapje eten. Normaal had ik hiernaast met mevrouw, maar mevrouw is weg. Die ging vorig jaar naar de visserijdagen. Daar kwam ze Simon de slissende sluiswachter tegen. Enorme klootzak. Doet de hele dag geen reet. Leeft een beetje van een uitkering. Daarom zit hij ook niet op internet. Hij komt niet verder dan www. Punt. Ja, ik kan een hele grote muil hebben. Hè?